Minister Riad Noor Mohammed van Openbare Werken zal alle projecten van de vorige regering blijven voortzetten, zolang die goed zijn. De bewindsman zei gisteren aan journalisten dat mensen onlangs zijn opgeroepen om hun beschikkingen voor het woningbouwproject Rieberg te ontvangen, maar dat niet eens de helft van de mensen zich heeft aangemeld. Rieberg is een project van de vorige regering. Pennenwerken is een project van de vorige regering. Van meneer Boutersen hemzelf. Niet van meneer Doelmamer. Maar wat goed is, ga ik voortzetten. Er is wel een groot verschil. Rieberg en Pennenwerken hebben beschikkingen uitgegeven om stemmen te halen. Vandaag meldt niemand zich aan met die beschikkingen. Ik roep 600 mensen om zich aan te melden. En 160 hebben zich alleen aangemeld. De rest wil zich niet aanmelden. Met schaam, zeg maar, ben je zo niet te schamen. Maar dat project, 600 mensen, die 600 mensen boven van ons over een paar maanden uit beginnen te bouwen. Voor ons is dat belangrijk. Voor de rest ben ik in die schim zit. En dan mag je me gek verklaren dat het een project is van de NDP. Dan gaat het om, woningnood. De minister meent dat de woningnoodproblematiek opgelost moet worden. Projecten moeten daarom voortgang vinden als die goed zijn. Omdat het volk niet steeds de dupe moet worden. Maar bij alle projecten, en daarom heb ik die opmerking gemaakt, of je nou leuk vindt of niet. Al deze projecten waren bij de vorige regering zelf gestopt. Omdat ze niet konden betalen. Er was financieel wanbeleid. En daarom heb ik gezegd, ik garandeer wel als ministerie van Woning met deze regering dat we alles afvallen. En je gaat zien, over een paar weken bent u uitgenodigd, we hebben volledig bouwwerk gemaakt, paaltjes gezet, wat die vorige regering niet heeft kunnen doen. Wij staan te Groningen in het district Saramaka bij de herdenking. De minister geeft verder aan dat alle woningbouw- en verkavelingsprojecten die opgestart zijn bij de huidige regering nu in volle gang zijn. Wat betreft ontwateringsprojecten moeten alle districten over een paar jaar vrij zijn van wateroverlast. Indien die projecten doorgaan zoals die nu uitgevoerd worden.